I often long for a place where I can hear nothing else but silence. A place where animals are roaming free. Where I can drink fresh water from the river. And where I feel attuned to nature. Endlessly surrounded by pure wilderness. I wonder what it would be like to walk through such a place for weeks, only carrying the necessary. But it's Norwegian, they sold it everywhere. Will we feel alone? How will my body do? Will I become tired? Oh God! Or will I feel alive? It's quite impressive when you're alone as well, in the woods. What will it feel like to surround myself with nature? Will I think about many things? Or will my mind become quiet? We zijn begonnen. Ik had echt niet gedacht dat we dit ooit zouden doen, om heel eerlijk te zijn. We hebben hier zo lang naar uitgekeken en nu loop je er gewoon. Je hebt zo vaak in het boekje gebladerd hoe het eruit zou zien. Wat hebben we nodig? En nu ben je er. Het is zo onwerkelijk, vind ik. Vorig jaar gingen we op vakantie, zijn we op vakantie geweest naar Zweden. En toen hadden we het er ook over van... Stel, je loopt ergens in het noorden van Zweden. Hoe vet zou dat zijn? En nu, een jaar later, lopen we hem gewoon. De Koensleden. We gaan 440 kilometer door Zweeds Lapland lopen. En ik denk dat we daar ongeveer 21 tot 25 dagen over gaan doen. En je hebt ook bijna geen bereik onderweg. Dus ik kan echt niet wachten tot die luxe gaat beginnen. We hebben nu net dit uitzicht en we keken even op de kaart waar de route ongeveer naartoe gaat. Maar ja, we gaan als allereerste gaan we naar die hut. Dat is vandaag nog. En dan trekken we eigenlijk gewoon als een rechte streep daar ergens naartoe. Gewoon dwars door dit hele gebied heen. Oh. Ik had wat anders verwacht. Maar misschien is die meer rijp. Oh ja. Maar ik denk dat ze niet rijp zijn. Ik denk het ook niet. Jammer, misschien vinden we ze nog meer onderweg. Ik had niet verwacht dat we ze zouden vinden, want cloudberries zijn best wel zeldzaam. Je kan ze ook niet in de winkel kopen, omdat er gewoon te weinig in de natuur groeien. Volgens mij... Een plant doet er ook 7 jaar over voordat hij die vruchten afgeeft. En midden augustus stopt het seizoen een beetje. Dus dan kun je ze al
niet echt meer vinden. Maar wie weet, misschien vinden we er nog meer onderweg. Padvinders, Loek. Klaar voor. Let's go. Yes. Lukt maar. Oh. Dag 4 en we hebben tot nu toe echt zo goed weer gehad. Eigenlijk ging alles best wel voorspoedig en de uitzichten zijn echt zo ontzettend mooi. Het mooie is ook dat je al die de groentinten langzaam ziet veranderen in de herfstkleuren en dat is ook wel waar we het voor hebben gedaan. Dag 4 en we gaan zo meteen ons eerste pakket ophalen. Ik ben heel benieuwd. In het dorpje achter je? In het dorpje Ammernes. Eerste sectie. Goed gedaan. Yes. On the look for food. Het is gek, want we hebben die pakketten best wel lang geleden samengesteld. En ik weet eigenlijk ook helemaal niet meer wat ik erin heb gestopt. Dus het voelt toch een beetje alsof je een cadeautje gaat ophalen. Je moet hem alleen nog zoeken. Hij zou hier ergens naast de supermarkt moeten staan. Ja, want je hebt net de eigenaar gebeld, hè? Ik heb net gebeld, want de supermarkt is dicht. Maar we kunnen hem als het goed is ophalen. Ergens. Bij het hout naast de supermarkt. Where is it? Hier is hout. No. Ik zie hem. Hij staat daar. Tussen oh, ja. Die houten... Ja. Pak hem maar. Nice. Is hij zwaar? Ja. Uh-oh. Yvette Kooijman. 2 dagen later dan gepland. Got it. Nou. Let's go. Ik heb geen idee meer wat erin zit. Oeh. Oh! Stroopwafels. Oh wauw. En een oranje. Oh, en gele envelop. Nice. Zo, het is echt veel. Dat hebben we allemaal gedaan toen. Nice. Oké, ik ga even deze doen. Voor 2 kanjers. Lieve Yvette en Matthijs. Zo leuk. Deze is misschien voor jou dan. En verder. Tandpasta. Ik kan me niet herinneren dat we dat in hebben gedaan. Misschien hebben ze dat ook gedaan. Pindakaas. Worst. Lekker. Cashewnoten en al die maaltijdpakketten die we hebben samengesteld. Hier nog meer chocola, jeetje. Oh, en smeerkaas. Ik heb er ook wel heel veel zin in. Ik heb er ook zin in, maar we moeten ons nog een beetje inhouden. Want eigenlijk kunnen we hem pas vanaf morgen gebruiken. Want dan gaan de dagen van de pakketplanning pas in. Dus we kunnen er nog even naar kijken en dan kunnen we er morgen van gaan eten. Kijk hier, big ones. Like normally you have to like. And then I have 12 sympathetic strings. They are below. And I wrote it a bit inspired by. Oh, it's a small village. Yeah, by Swedish. It's in the style of Swedish folk music, but a bit jazzy maybe. Cool. Thank you.
een nachtje in het Wertshuis geslapen, als ik het goed uitspreek. En daar hebben we echt een topavond met allerlei mensen uit allerlei landen gehad. We hebben wijn gedronken. We hebben over het Noorderlicht gesproken. Het was vannacht te zien, maar wij lagen al te tukken. Dat was een beetje jammer. Maar vanavond hebben we als het goed is weer een goede kans om het te zien. Dus we gaan zeker even de wekker zetten. En nu wederom zon. Ik kan echt niet geloven dat we dit weer hebben. En gewoon de dingen die we doen, de mensen die we tegenkomen, het wandelen, de uitzichten, de rendieren. Het is echt veel beter dan ik had durven hopen tot nu toe. Zo leuk. Het is een dag voor mijn verjaardag en we komen langs dit cafeetje. Eigenlijk is het gesloten omdat het seizoen al voorbij is, maar als je een nummer belt, dan doet ze nog open. Dit is echt geweldig. Ik bedoel, we zijn in Zweden en je moet een kaneelbun eten. Deze heel met echt alle liefde bewaard in mijn rugtas. Omdat er maar één dag is waarop ik hem het beste kan eten. En dat is vandaag 1 september. Ik ben jarig. Gefeliciteerd. Dank je. Hij heeft bijna bewogen. Lekker. Ik kom straks bij een klein gehucht. Heel klein dorpje, Jekvik. En daar zit één mega grote supermarkt op de hele route. Dus het zou mooi zijn als we daar nog wat taart kunnen scoren. Ach, lekker. Top idee. Pakket nummer 2 is binnen. Oeh, my fave.
zouten drop. Aw, thanks Steph. Lekker droppies. Aw, oma. Nieuwe trailmix. Ook nice. En alle andere snacks en de noodles waarvan ik nu al weet dat het niet genoeg gaat zijn. Nog een chocolade. Oh, zouten drop. Thanks thuis. Real nice. Stroopwafels drop. Wat kan je op? Oh, lekker. Yeah. Was it this busy yesterday? No. Do you want a big one or? I want a little one. Little? Yeah. Like you half should, of. You should have a little one. I was thinking though, like when I passed the campsite where you guys stayed and I went further, but at that point I couldn't be bothered anymore. Yeah. I just wanted to walk. Nothing is fun anymore. Geweest, maar wel echt een heel goed voorbeeld. Ja. Hoort nog, weet je wel dat je dit kan? Ja, let's go. Er ligt overal een beetje water. Doen. Ja. Oh, hij gaat nu wel vastlopen. Oké. Maybe we can tie your drone on a rope to the boat and pull it. No, like the two It does drones. Have quite some force. Six, seven, especially yeah, in this possible. Yeah, it can be faster. Yeah. Oh, a whole lot of vette kaka. Daar is hij weer voor de tweede keer de poolcirkel overgestoken en beide keren op eigen kracht. Op dag, wat is het? 11? Ja. Dag 11 gaan we weer de poolcirkel over. Wel vet hoor, poolcirkel. Today someone told us we're actually roughly halfway. The Dutch guy as well. he was so proud, he told everyone. That night, while we looked for a place to camp, we met Nico and Henrique. We all knew there was a high probability of seeing the Northern Lights that night, and none of us had seen this magical phenomenon before, so we set up camp together to keep watch one after the other. It means travel tour. Yeah, tour. Like, tour is travel and month is tour. But it was only 10 p.m. when Henrique yelled at us. Guys, you might want to see this. Thank you.
is een prachtige ochtend. De zon schijnt weer alsof er niks is gebeurd gisteren. We hebben gisteren voor het eerst het noorderlicht gezien. Het was zo ontzettend mooi. De hele lucht, overal zag je groene strepen voorbij komen. En nu is de hemel weer strak blauw, staat de zon heel fel te schijnen. En is het gewoon weer warm. Vannacht was het echt koud. Zelfs de tent was bevroren. En vandaag is dag 12. Als het goed is, zijn we nu ongeveer op de helft van de route. Ik voel me niet meer zo fris als dat we begonnen. Alles doet wel een beetje pijn. Alles is gaan stinken, maar het is echt een prachtige plek. I feel the solid rock underneath me, carrying my weight, nicely warmed by the sun. I hear the river flowing, steady but gently. The wind softly strokes my bare skin. I notice that my senses have become stronger and my mind has become quiet. I'm more aware of different sounds and smells. It's almost like I can feel them, like they want to tell me something. I'm feeling more alive and attuned with my environment. It's at this moment when I'm feeling whole with nature. I can feel she's a part of me, just like I'm a part of her. Hoe is je pizza bar? Niet verkeerd eigenlijk. Oké. Smaakt het naar pizza? Ja, of gewoon pasta bolognese. In een koek? Ja. Beetje cranberry-achtig. Ja, het is lingen. Lingenberry. Ja. Tietenberry. Lekker. Lekker warm.
Dag 14. Dag 14, ja. En toch alles van dit merk is wel echt lekker hoor. Ja. Echt de best. Die boot moet er nog een stukje door. Nou ja, eigenlijk was het plan om bij die hut te blijven. That sounds perfect. That's yeah. Good. So it's nearly optimal. Yeah. Het is dag 15 vandaag. En ik wou zeggen, het is een stralende zonnige dag. Dat is het ook. Maar we zitten precies midden in een wolk bovenop de berg. We gaan vandaag naar de top van Skjerve lopen. En vanaf daar heb je, als het goed is, het mooiste uitzicht van de Kongsleden. Dus dat willen we zeker toevoegen aan de route. Verder zit het weer ons echt ontzettend mee tot nu toe. We hebben alleen één zorg. En dat is de kou. Onze slaapzakken zouden tot min 5 moeten kunnen. Maar ik denk dat de mijne toch echt wel min 2 is. Inmiddels. En er zijn ook al nachten geweest van min 5 graden. Waarbij de tent echt stijf bevroren was. Dus inmiddels slaap ik al wel met redelijk wat kleding aan. Maar ondanks wat blaren en de kou 's nachts gaat het eigenlijk nog wel heel goed, hè? Ja. Yeah. Ik vind het nog steeds echt ontzettend mooi. En het gebied wordt ook steeds ruiger. Dus het worden echt wel bergen nu met besneeuwde toppen. We blijven het gewoon proberen. En als het echt niet meer gaat s'nachts, dan moeten we toch een hut gaan boeken. Dus maar nu eerst lekker warm ontbijten, want het is nog steeds best fris. Ik heb gedroomd over de Kangeroestraat. Mm. Dat we daar waren. Dat we een kookprogramma zaten te kijken. Kookprogramma. Dat deden we echt nooit. Ik heb gedroomd dat we in een all-inclusive hotel zaten en dat er alleen maar eten beschikbaar was. En dat het er warm was. Met echt superveel eten. En vrienden van ons zaten ook in het hotel. After breakfast, we started walking to Skjerve.
We left our stuff at the tent because we thought it wouldn't take long, but I had no idea what was about to happen. The view from Skerve was breathtaking, with all its blue, turquoise and green colored rivers and the bright autumn colors. It indeed was the most beautiful view we've seen during the Kungsleden. I couldn't take my eyes off this spectacular landscape and kept on filming and taking photos. When looking back on it now, I can see Matthijs was a bit nervous at that moment. He walked back and forth, like he was looking for something or some moment. After a while, when other people left, I started to realize why he might be nervous. Traveling together and everything that has happened this past year made us want to celebrate all that we have together and all that is. Celebrating love with family and friends and the time we have together is truly the most valuable thing there is. We really want to spend the rest of our lives together. So I said yes. A pizza bar eater. Cheers. Cheers. What a view, right, today? Oh my god, crazy! I think it's quite impressive when you're alone as well, in the woods. Yeah, you're in nature, like with a waterfall and everything was so beautiful. Oh wow, hey, that was the easiest fire I've seen. Yeah man, you're a pro. That night we met Nico again and he decided to make us some hot chocolate to celebrate. A few moments later, Salome walked by as well, and together we enjoyed a nice campfire evening. The French girl. Oh, that's a very varied group, actually. And very diverse. Very diverse. Have you spoken to all of them? I think so, but I don't know all the names. Does anyone heard about the dinner in Saltelukta? Yeah. Like, what is it? Apparently it's very good, but yeah. I don't know. We I don't know what it is. Nobody knows what's in there, yeah. But it's good. You didn't go to the top of the mountain. No. Mm. Okay. Oh, yeah. Yeah, of course. Then it yeah. could be. So you're taking a rest day in Saltelukta. Yeah. Nice. Yeah, we're thinking about doing the same. Yeah. I think the last is really cold and nice. It was a cold autumn night on which the sky soon turned green again. It's one of my dearest memories of the Kungsleden. A lot has happened de afgelopen dagen. We hebben echt prachtig weer gehad. Vandaag schijnt nog steeds de zon, het is ongelooflijk. We hebben echt al, elke dag is het dag 19. We hebben 19 dagen mooi weer. We hebben een heerlijke rustdag gehad. Nou ja, heerlijk, hij was ook wel echt nodig. Want ik was een beetje ziek geworden door de zon. Ik heb best wel last gehad en 's nachts heel veel overgegeven. Uiteindelijk hebben we dan nog 22 kilometer doorgelopen naar Saltelukta om hier een rustdag te nemen. Vraag me niet hoe. Ik heb nog nooit zo'n zacht en warm bed gevoeld. Het was echt genieten. We hebben nog 6 dagen voor ons. En die dagen kunnen best wel pittig gaan worden. Het weer gaat als trots omslaan. Er zou ook zomaar is heel veel sneeuw kunnen vallen en daar zijn we nou ook niet per se heel goed op voorbereid. Iedereen praat er ook de hele tijd over. Ik vind het allebei best wel een beetje spannend nu. Het is echt op naar de grote finale. Het schijnt wel het mooiste deel te zijn nog, tussen Saltelukta en Abisko. Ik heb er wel zin in. Ik ook. Het is wel eng, maar ik heb er wel zin in. We got this. We got this. We got this.
Oh god, wat een tocht is dit. Ik had veel verwacht van het laatste deel in de herfst, maar dit? Oh, het is zo mooi. Oranje en rood. Die uitzichten, wauw. Hier word ik zo intens gelukkig van. Wauw. Het is dag 22, toch? Ja. Ja. Probeer er nog wel goed van te genieten, want het is echt een ontzettend mooi stuk. Maar toch, ja, je zit de hele dag al met het einde in je hoofd en je zit alleen maar na te denken over wat je wil gaan eten. Wat ga je als eerst doen? Wie ga je als eerst bellen? Lekker douchen, een zacht bed hebben. Het is gek. Het einde is in zicht. En aan de ene kant heb ik er zo ontzettend veel zin in, maar ik weet ook dat ik het wel echt ga missen. Het is zo'n bijzondere plek. Ik weet nog wel dat meisje in de bus tegenkwam. Die zat op dag 16 en op dag 2 dacht ik al van... Dag 16. Holy shit! Dag 16 en dag 24. Maar je beseft het niet als iemand dat gewoon tegen je zegt. Want zij zei dat ook tegen ons in die bus. We hadden de verkeerde bus gepakt, even een side note. Dus we kwamen onderweg mensen tegen die al aan het lopen waren. En zij zat op dag 16 en je hebt echt iets van, oh dag 16, leuk, hoe was het? Ja, logisch. Het? Je bent een keer op dag 16. En totdat je zelf gaat lopen en dan echt op dag 2, 3 denkt van, fucking hell. Dag 16 is van zo ver weg. Ja. En dan ben je er nog niet eens op dag 16. Morgen dan wel de laatste lange wandeldag. Ja. Heel gek. Okay.
Real pretty. Lekker drie kwart taart eten. Ja. Op je verjaardag. Dit is de beste verjaardagstaart ever. Deemtaart. Uitgevonden door wandelaars. Ik eet gewoon drie kwart taart. Twitter. Die maakt me wat, hè? Ja. Oh. In Nederland heb ik zo'n zin in een betaalbaar wijntje met een gigantische boerenplank. En dat je dan gewoon lekker in het strand bent, warm en droog, al dat eten naar binnen kan zitten werken. En dan na afloop weer gewoon volgeladen in de auto stapt en naar huis gaat.